RSC Anderlecht, presented by bwin. Het is ontgoochelend, omdat ik denk nog altijd dat wij over twee wedstrijden wel verdienen om door te gaan. Dat wij de beste van de kansen gehad, vooral eerst een eerste match. Dat wij hier een fantastische uitgangspositie hebben na de eerste helft. Dat wij te lax gingen in de duels en van begin aan al. We waren niet scherp genoeg. Je ziet dat aan de reactie na de penalty, dat we niet reageren daar. Dat was het alles wat we deden tijdens de wedstrijd. Oké, akkoord, is geen penalty. Als het hij niet fluit, dat kunnen wij ook. We hebben alles nog kunnen in onze handen. Maar wij moeten ook niet alles op de ref zetten. Dus een deel is ook onze schuld. Maar ik denk dat, omdat wij ook objectief hebben, ik denk dat het niet gaat lang duren bij mijn groep. Maar ik wil ook benadrukken, want nu bekijken we alleen de negatieven, dat onze parcours in Europa zijn fantastisch geweest. Dus dat moeten wij ook niet vergeten. Dat we met heel jonge ploeg hebben gedaan en die jongens hebben een fantastische ervaring mee. Dat we hebben progressie gemaakt, ook Europees voetbal. Als je ziet dat die ploegen met welke respect spelen dan tegen ons. Dus daarom is het spijtig dat het nu eindigt. Maar we moeten die meenemen naar de toekomst. Maar je crois au cet moment ici, Courtois, il est juste bien. Il joue bien avec beaucoup d'enthousiasme. Avec la pression vers l'avant, ils ont un bon flow. Pour eux, rien, ils vont rien perdre. Ils viennent là-bas tranquillos, ils sont sûrs pour la première fois. Ça va être difficile de jouer contre eux.